Dit is Rotterdam-Noord, waar kunstenares Agnes Westerduin in de wintermaanden een wantenasiel opent. Op deze plek verzamelt ze handschoenen en wanten die ze op straat vindt. De eigenaar kan hier zijn verloren handwarmers terugvinden. Het asiel bestaat nu een paar jaar, maar het was nog nooit zo druk als nu. Er hangen maar liefst 18 weesjes. Ja, dat vind ik echt veel. Als je ook weet dat er alweer een paar verdwenen zijn, dan gaat het goed. En hij is vol. Er zijn nog een paar knijpers vrij en dan is hij vol. Dus het wordt tijd dat er een paar wezen weer worden geadopteerd. Met het succes van het wantenasiel hoopt Agnes op navolging. Het is namelijk snel gedaan. Maar je kunt ook gewoon een wasrek buiten zetten of een boom gebruiken als er maar knijpers aan zitten en bordje erbij. Het wantenasiel in Rotterdam-Noord blijft tot en met maart geopend.